De ontwerpwet wijziging van de wet op de staatsschuld is gisteravond aangenomen met 27 stemmen voor en 6 tegen. De fractie van de Partija Lahore heeft zich onthouden van stemmen. Met de wetswijziging heeft de regering de ruimte gekregen om het schuldenplafond van 60%, welke is gekoppeld aan het begrotingstekort, te overschrijden. De minister van Financiën, Gilmore Hoefdraad, verwacht dat het begrotingstekort voor dit jaar ongeveer 6,5% van het bruto binnenlands product zal zijn. De voorzitter van de commissie van rapporteurs, Amsad Abdul, staat 100% achter de wetswijziging, omdat hij niet tegen verder verval van de economie kan zijn. U hoort ook minister Hoefdraad, die aangeeft dat de terugbetaalcapaciteit van de regering zal toenemen door de inkomsten uit de Merianmijn. Ik kan niet een voorstander zijn van het verder over de kop gaan van kleine bedrijven, het stijgen van werkloosheid en dergelijke. Ik weet dat wanneer ik straks voor dit amendement of dit wetsontwerp, voorzitter, ga stemmen, dat ik datgene ga doen waarvan ik verzekerd ben dat het zal zorgen voor een stukje groei, voorzitter, binnen de economie. Ik ben verzekerd dat ik dan ga bijdragen, voorzitter, aan een stukje verdere ontwikkeling van de economie. Ik weet, voorzitter, dat wanneer we dit doen en deze voorziening treffen voor de komende 5 jaren, dat er een automatische mechanisme wordt ingebouwd, voorzitter, waarbij de regering er naartoe zal werken dat het overschrijden, tenminste dat deel waarmee wij het obligoplafond overschrijden, dat teruggebracht kan worden, mevrouw de voorzitter. Als ik had gepraat over 58% en de forse inkomsten, het kan zijn dat ik het niet duidelijk heb gesteld. Maar wat er in de mineraalwet is, dat er een zeer agressieve afschrijving is. En de afschrijving zal eerst gebeuren. Maar ik denk dat ik, wat ik wel zeker weet dat ik heb gezegd, is dat de hoogste inkomsten van Newmont zullen vallen na de moeilijkste periode van ons. En dit is de moeilijkste periode waar wij in feite op eigen kracht bezig zijn. En dat zal ons dus, dat van Newmont rond 2020, 2021, wanneer de afschrijvingen al achter de rug zijn, zal het ons een behoorlijke push naar boven geven. En ik denk dat we bij een van de behandelingen van leningen nog had aangegeven van de terugbetaalcapaciteit ziet er zeer goed uit, want de meeste leningen worden na 5 jaar pas beginnen betaling 5 jaar pas na 5 jaar. En dat is de tijd waar wij de verhoogde inkomsten zullen hebben. De oppositie blijft bij haar standpunt dat de regering niet steeds geld kan blijven lenen. Volgens VHP-parlementariër Aziz Kumar Gayadin worden er veel onzekerheden gecreëerd. Hij stelde dat de wet op staatsschuld van 2002 overboord gegooid kan worden. Deze wet is ingevoerd om ervoor te zorgen dat er niet onverantwoord geleend wordt door de regeringen. Ook is hij het niet eens met de regering en de coalitie dat door de verhoging van het schuldenplafond er verbeteringen zullen optreden in de begrotingen. Want als die begrotingen verbeterd zouden moeten worden, kan dat zonder een aangepaste leningenwet, voorzitter. Maar dat hebben we altijd gezien dat dat nagelaten wordt. Voorzitter, belangrijk is dat ik dan daarom eigenlijk het parlement oproep. Dat wij niet gaan richting meer leningen, voorzitter, omdat dat alleen maar zal bijdragen tot verdere prijsstijgingen, voorzitter. Het levensonderhoud van de mensen zullen duurder worden, voorzitter. Of je nu een sociale zaak, een uittreksel gaat nemen bij CBB, zal het duurder worden. Als het gaat om brandstof, dat duurder zal worden, omdat de brandstofheffing verhoogd zal worden. En zo kunnen we doorgaan. Het zal het leven van de mens alleen maar moeilijker en moeilijker maken, voorzitter. Kijken we naar de wet dat ingediend is in november en wat we vandaag krijgen, dan is de wil aanwezig. Maar helaas is de wil van het ministerie aan de hand van de ingediende projecties niet in lijn wat wij als parlementariërs althans hier hebben voorgehouden aan het volk, dat wij binnen een begrotingstekort van 6,5 dan wel 5% de komende jaren willen hebben. Op basis van de projecten
dat opgenomen is voor Komowijnen, voor Nikeri, voor onze belastingen. Voorzitter, moet ik eerlijk zeggen, we zijn nog niet overtuigd, maar we zijn op de goede weg. U zag achtereenvolgens de VHP en PL parlementariërs Aziz Kumar Gayadin en William Waidu. Ze spraken gisteravond in DNA tijdens de behandeling van de ontwerpwet wijziging van de wet op de staatsschuld. De ontwerpwet werd aangenomen met 27 stemmen voor en 6 tegen.